Checkpoint. Oh! Yo! Het is eindelijk zover, jongens en meisjes. Sissers heeft een nieuw parcours gedropt. En vandaag gaan we in deze video dat parcours proberen. Want hij heeft een fun run gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat brengen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Want ik heb tot nu toe alle Sissers parcours gedaan die hij heeft gemaakt. Dus vandaag gaan we ook weer als eerste dit parcours proberen. Dus vind je dit nou leuk? Smash dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En laten we vanavond weer proberen het like van 1111 likes te halen. Dus ram allemaal op die blauwe duimpjes omhoog, jongens. En ben je dan nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook nu eventjes op mijn kanaal. En zet dat belletje aan. Zodat je natuurlijk geen enkele melding mist. Maar wil je nou mij nog niet meer supporten? Dat kan natuurlijk. Want je kan mij nu supporten in de Fortnite Item Shop. En als je mijn code OMEGA6 in de Fortnite Item Shop gebruikt, support je mij heel erg. Als je dan wat hebt gekocht, stuur het dan naar me toe via Twitter of op InstaDM om een shout-out te krijgen natuurlijk. En we hebben nu bijna 1000 supporters. Dus ik zou het heel erg nice vinden als je mij support in de Item Shop. Helpt mij natuurlijk enorm. Ik ga niet langer ophouden, want we gaan door naar het Sissers parcours om te kijken wat hij heeft gemaakt. Ik ben heel erg hyped. Dus ik zou zeggen, jongens, let's go. Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn in het nieuwe parcoursje terechtgekomen van Sissers. Eindelijk is het zover, jongens. Hij heeft zijn Deadrun 4.0 geüpload. Dit is een fun run. En we gaan deze dus vandaag in deze video doen. Dus mocht je dit leuk vinden, jongens, laat dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achter. Support je mij natuurlijk enorm natuurlijk. Want wij gaan ons best doen met dit nieuwe parcoursje. Ik heb geen idee. Ik heb er niks van gezien. Ik heb letterlijk alleen de code opgezocht. Want hij is vanaf vandaag te spelen. Dus boys, I'm ready for it. En ja, ik zie wel dat de code niet in beeld staat. Dus de code ga ik voor jullie in de beschrijving zetten. Dus ja, ik vind dat jullie daar wel eventjes een blauw duimpje omhoog voor mogen achterlaten. En eventjes mijn supporter creator code OMEGA6 voor mogen gebruiken, jongens. Oké, er komt dus een deadzone achter ons aan. Ik ben heel erg hyped. We gaan zo proberen zo ver mogelijk te komen in het parcours. Maar ik verwacht, net zoals bij alle deadruns die ik natuurlijk heb gedaan van Sissers, dat ik nooit echt helemaal ver in het begin ga komen. Want ik haal niet eens een tweede jump. En deze jumps zijn best lastig. Dus ja, de code staat in de beschrijving voor jullie, jongens. Dus ja, zullen we even kijken of we die deadzone kunnen triggeren dat die voorbij gaat, zeg maar. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hold up. Wanneer gaat die deadzone? Kunnen we misschien achter die deadzone aanlopen? Hold up. Oh, hij is al gegaan. Oké. Jongens, we gaan even kijken of die ook terugkomt. Dat zou heel fucked up zijn. Dan zijn we alsnog gewoon kaart de lul. Oké, tweede jump hebben we gehaald. Jump nummer 3 hebben we niet gehaald. Oké, deze jumps staan zo ver uit elkaar dat je ze net kan halen. Maar ik weet niet, je hoeft ze sowieso niet in één keer te halen. Want dat is echt onmogelijk. Dat is op de PlayStation echt onmogelijk, jongens. Alright, let's try it out. In één keer doorhalen. Oh my god, oké. Yo, dit is lastig, dude. Maar, jongens, ik ga ook aan jullie vragen om het natuurlijk te proberen. Want je hebt nu ook weer zo'n prijsding. Dus je gaat ook weer geld weggeven voor degene die het record haalt, zeg maar. 5000 euro weer, volgens mij. Even kijken, waar gaat die zone? Daar gaat hij. Daar gaat de dead zone, jongens. Doei, doei. Bye, have a great time, bro. Bye, have a great time. Oké, even de goede jump angle pakken. Zo, oké. Nice. Deze jump ook even halen nu. Nice, oké. De laatste jump. Kom op. Nice, oké. Dan moeten we nu impulsen. Nee, we gaan die halen. Nee! Oh mijn god, dit level is freaking moeilijk al. Dit is level 1. Dude, dit is freaking level 1. En hij is al lastig, ouwe. What the actually fuck? Oh, wacht. Ik moet even snel die impuls mee pakken, want daar komt die deadzone eraan. Waar komt die deadzone vandaan? Oh, die komt letterlijk gewoon hier uit de muur. Alright, nou, we gaan er gewoon achter blijven, jongens. Hebben we toch even net iets meer tijd. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Maar voor de eerste keer... Oei, ging ik al bijna bij jump 1 de mist in. Zo, nice. 1, 2, nice, oké. Wachten tot het laatste moment en dan ga ik alleen de lucht in. Oh my fucking god. Jongens, Sissers heeft hem goed parcoursje neergezet, want deze is al freaking moeilijk. Oh my god. Waarom is dit zo lastig, ouwe? Dude, what the heck? Je moet hem op de perfecte timing gooien. Nou, kom maar op. Kom maar op met je deadzone. I got you, bruv. Maar ja, hij is vanaf vandaag te spelen. Eindelijk, jongens. Ik heb echt al lang gewacht op een nieuw parcoursje van Sissers. Maar nu ik eigenlijk dit weer doe, eigenlijk ook weer niet. Want ja, de agressie die hij bij sommige deadruns creëerde bij mij, komt daar weer terug. En nu spring ik gewoon zelf niet. Dus dat is ook lekker, Chess. Dat is ook lekker. Maar stage 1 is wel aardig lastig. Dus ik ben benieuwd wat hierna komt. Ik heb letterlijk alleen maar dit gezien om te kijken wat de code was. Maar goed, oké. Ik ga hem nu gewoon onder druk proberen te halen. Gewoon YOLO waterpolo onder druk. Ik weet dat het toch niet gaat lukken. Maar you never know. Oh my god. En dan bounce ik er gewoon vanaf. Oké. Jongens, hij is lastig. Dat kan ik je nu al zeggen. Ik vind hem heel erg lastig. Misschien dat jullie een andere mening hebben, maar probeer hem zelf even te spelen.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik vind hem tot nu toe goed lastig, maar goed. Hij heeft die impuls heeft hij ook heel sneaky daar neergelegd hoor. Die vergeet je anders gewoon. Oké, ik ga me nu even concentreren, want ik moet dit halen. Wat is dit? Ik kon niet verder, ouwe. Ik kom niet verder. Dat freaking plateautje is nog te klein om een hele grote aanloop hiervoor te nemen. Of ben ik nou gek? What the fuck, ouwe? Dit is echt... Dit parcours is oprecht lastig, dude. Ik vind hem echt lastig. I mean, what the freak? What the fudge, guys? Oké, nice. Deze hebben we nu. Dan weer deze. Let op. Dan weer deze. I don't get it. Echt niet. I don't get it. Nee, nee, nee. Ik was er op. Nee. What the heck. Dit level. Oh, dit slaat echt alles, jongens. Het is weer zover. Het is weer zover. Dit is zo'nzelfde ding als dat 1.0 parcours. Waar je gewoon helemaal tilt wordt. Echt. Oh, mijn god. Ja, dit wordt hem ook weer niet. Dit wordt hem ook weer niet. Ach, mijn lijf. Echt. Why doe ik dit? Oh, jongens, help me alsjeblieft. Help me alsjeblieft, ouwe. Ik was zo close. Ik was zo close. Ik ben nog steeds bij stage 1. En ik ben al freaking 10 minuten bezig. Echt. Kijk, maar dit heb ik nou al... Ja, ik wil zeggen best wel door. Alleen, die impuls is echt zo fucked up. Nu dan, alsjeblieft. Bro, hoe verder moet ik nog komen? Echt, even serieus. Even serieus, maat. Hoe ver wil je dat ik dat ding gooi, ouwe? Het is echt freaking lastig, dude. Echt, ouwe. Oh my god, Scissors. Scissors weet ons altijd op zo'n manier toch op te fokken, ouwe. Hij weet ons toch elke manier weer gewoon te pakken. Als dit hem niet is. Oké, dit is hem. Nice. En dan heb ik dit. Aight. Oké, omhoog. Hierheen. Checkpoint. Oh! Yo! Ik schrok me helemaal de kloot, ouwe. Oh, we hebben een checkpoint gehaald. Oh, mijn hart. Grap, als ik hierdoor dood had gegaan. Bro, I was out of here, guys. Ik had mijn controller gegooid. En ik was weggegaan. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit, mensen? Holy shit, dude. Hallo. Wat de heck is hier de bedoeling? Alright, let's get this. Oh, ik denk dat dit niet de bedoeling was, of wel? Is dit de bedoeling? Nee, dit was niet de bedoeling. Oh, hij heeft die traps neergezet. Oh my god, je moet die traps... Oh my god, als je door één keer door deze trap wordt gehit, ben je dood natuurlijk. Want dat ding doet 10 damage per seconde. Oh my god, boys. Oh jee. En dit was ook niet de bedoeling. Waarom? Ga ik nu dood nu? Hallo? Mag ik dood? Nee? Oh kut, nee, ik ga... Nee! 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 Wat doe ik? Ik ben... Nee! Nee, ik ben back to the hub gegaan. Nee! Ik ben weer gekomen waar ik was gebleven, jongens. Ik was weer zo'n dombo die dan terug naar de creative hub gaat. Echt, oh mijn god. Maar goed. Here we go, jongens. Here we go. Jumpen. Dan moet ik hier naartoe jumpen. Dan mag ik hier voor mij niet jumpen. Oh, maar ik moet hier naar links. Deze heeft die echt lastig gemaakt. Dit hele parcours is überhaupt gewoon lastig, jongens. Dit hele parcours is gewoon freaking lastig. Maar goed. Alright, here we go again. Here we go again. Hier hoef je niet te springen. Maar dan moet je wel natuurlijk in de goede lijn blijven. En niet de dead zone raken. Even kijken, maar dit is ook echt super lastig. Ik weet ook niet hoeveel levels dit parcours heeft. But all good. Dat gaan we misschien in deze video zien, misschien ook niet. Ik weet niet hoe ver ik in deze video kom natuurlijk. Dat gaan we zien. En ik ga er weer vanaf. Nice. Nice, ga de ijs. Nice, nice. Hoe ga ik dit goed doen? Hoe ga ik dit überhaupt goed doen, jongens? Hoe moet ik dit gaan doen? Ik ben benieuwd. Zo, oké, nice. Aan de linkerkant blijven nu en dan... Nee! Oh, ik ga gelijk dood door die pijlen uit de grond. For fuck's sake, guys. Here you go again. Oh, jongens, jongens. Zoals ik al zei, Scissors weet ons altijd zo goed te fucken met sommige dingen. Kijk, net zoals dit. For fuck's sake. Guys, kom op, man. Alsjeblieft. Let's get this. Kom op. Als we dit level kunnen halen, dan zou ik al tevreden zijn. We hebben pas één level gehaald. Dat is best wel sad, eigenlijk. Best wel sad. Een half uur één level gehaald hebben. Maar goed. Ik bemoei niet. Ik bemoei niet, jongens. Helaas. Oké, ja, we kunnen er niks aan doen. Als dit zo lastig is, ja. We moeten dit gewoon oefenen. We moeten dit gewoon oefenen. Dus ik ga dit denk ik ook streamen. Dus mocht ik gewoon niet verder komen nu. Dan ga ik dit vanmiddag ook gewoon streamen. Dan kunnen we gewoon weer ergens... Nee, ik moest hier springen. Dan kunnen we natuurlijk gewoon weer een video maken. Dat ik wel verder kom. Maar goed. We gaan het even nog even proberen in deze video. Want hey, we hebben nog genoeg tijd. Maar ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Want dit moeten we gewoon proberen te halen. Kom op. Dit moeten we gewoon kunnen halen, jongens. Dit is nog niet het moeilijkste, denk ik. Hoop ik.
Of misschien ook wel, want ik weet niet wat hierna natuurlijk komt. Hier moet ik springen. Hier naar links blijven. En dan moest ik springen op het eind. Natuurlijk, Chess, je moet wel springen op het eind, want dan ga je natuurlijk nooit het gat in komen. Slim. Heel slim, Chess. Nice. We zijn in ieder geval wel verder gekomen dan ik ooit ben gekomen net. Dus dat is helemaal nice. Hier hoef je niet te springen. Aan de rechterkant blijven, want anders ga je die boten af. Oh, jongens. Ik ben benieuwd wat de snelste tijd op dit parcours gaat worden. Dan moet je in ieder geval alles one-shotten. Dus ik ben benieuwd, maar ik ben in ieder geval blij dat we alleen niet dood zijn gegaan door die trap daar de eerste keer. Dan had ik helemaal gek geworden. Hier naar links. En dan iets meer naar links misschien nog. Right. Stage 2 is het pas, hè jongens. Onthoud even dat dit pas stage 2 is, oké? Nice. Here we go. Stage 2 is nu al zo moeilijk. Nou, ik vind het helemaal prima. Hoe close waren we? Hoe close waren we met het halen van dit level? Heel close. Heel close, mensen. Alright. Hier weer op. Dan springen en dan aan de linkerkant blijven. Oh, ja. Oh my god. Die deur zit ook iets meer naar links. Dus hij zit... Oké, ja. Ik weet wel wat de bedoeling is. Alleen het is lastig om te halen. Dat is het probleem. We weten wat de bedoeling is van dit level. Alleen hij is gewoon lastig te halen. Maar goed. We zijn close. Hou je rustig, Chess. Hoe rustiger je blijft, hoe makkelijker dit level te halen is. Dus let's go. Let's go, guys. Daar gaan we weer. Hier hoef je niet te jumpen. Hier moet je gewoon zorgen dat je goed op die boten blijft. Hier moet je wel jumpen en zorgen dat je goed links mee gaat. Nee, ik moet meer naar links springen. Oké, dat is het enige wat ik moet doen. Ik heb dit door. Meer naar links springen nu. Alright. Here we go. There we go. Kijk. Hier omhoog. Naar links. De deur in. Jongens, oh my god. Echt. Jeetje mina, ouwe, dit level. I don't get it. Fuck's sake, guys. Let's go. Ik hoef niet te springen, maar dat maakt voor mij niet uit. Voor mij maakt het niet uit als ik hier spring. Of ga ik dan misschien te hard voor dit? Ja, maar ik kon dan niet. Wat is dit? Wanneer moet ik hier springen? Dat weet ik dus zelf niet. Ik weet niet wanneer ik moet springen daar. Dat is het probleem. Ik weet zelf niet wanneer ik daar moet springen. Want ik kom net niet lekker in die deur uit. Kijk, dit hebben we nou wel. Dit heb ik nu gewoon door, maar... Dan ga ik nu weer dood, maar... Oh, jongens. Dit is gewoon zo'n level. Die moet je oefenen. En hoe vaker je hem doet, hoe beter die wordt. Dus ergens deze week ga ik het gewoon nog een keer uploaden. Dan gaan we dit alleen maar blijven oefenen natuurlijk. In livestream bijvoorbeeld. En dan kunnen we dit wel clean halen, denk ik. Maar hier, kijk, ik ga... Ik snap het niet. Oprecht niet. Ik snap niet wat ik hier fout doe. Want als ik eerder jump, haal ik hem voor mij ook niet. En als ik later jump, ja, dan gaat het helemaal fout. Maar goed. Als ik hier gewoon spring, dan sla ik al de helft van die dingen over. Ik haal dit. Nou, echt. Ik moet wel springen. Dat kan niet anders. Ik moet wel springen. Als ik niet ga springen, dan gaat het sowieso fout. Maar ik denk dat ik eerder moet springen dan. Hold up. Laat me even kijken. Ga ik gewoon eerder springen en dan check ik wat er gebeurt. Dit moeten we gewoon hebben, jongens. Dit kan niet anders. Deze moeten we toch kunnen halen. I mean, freaking stage 2. Wie weet wat hierna nog gaat komen. En ik ga weer precies op hetzelfde moment af als... Het zal wel 6. Oh my god. Ik snap het zelf ook niet meer, jongens. Ik snap het zelf ook niet meer, als ik eerlijk moet zijn. Hij maakt steeds lastige levels, deze guy. Scissors. Oké, nu tegen de politieauto aankomen. En ik spring nu helemaal te vroeg. Oh, wat een knophoofd. Nou, my god. Echt, zelfs met de lek kom ik nog daaruit en haal ik hem niet. Echt. Jongens. Dit parcours. Oprecht, dit parcours. Oh. Ho. Hij is wel echt heel sneaky en lastig, hoor. Ik zweer het je. Nu dan. Ik kan er gewoon niet bij. Echt niet. Ik snap het gewoon niet. Hoe ik deze moet halen? I don't get it, jongens. Echt niet. I don't get it. Stage freaking 2 en ik kom gewoon niet verder. Ik wil niet eens weten wat hierna komt. Ik ben oprecht bang voor wat hierna komt. Echt oprecht. Wie verzint het ook om over kano's te moeten glijden en uiteindelijk in een freaking deurgat uit te komen? En dan schiet ik weer van die laatste kano af. Ik denk dat ik bij die laatste later moet springen. En als dat niet lukt,
Dan ga ik dit gewoon oefenen en ben ik over 2 of 3 dagen terug. Weer met dit parcours en dan halen we hem gewoon. Klaar. Dit moet ik gewoon oefenen. Dat is hetzelfde met 6 1.0 en 2.0 en 3.0. Ja! Ja, ja! Oh, we hebben hem! Woe! Checkpoint. En snel. Alright, wat is hier de bedoeling? Ik heb 1 HP. Dit zijn van die dingen die je niet aan mag raken. Oh shit, je rent heel snel. En als je die dingen aanraakt, ga je dood. Ha! Nice! Hey, Fortnite, nice sisters. Doe dit even vaker. Oké, je hebt ook dat aanstaan dat je sneller rent. Oei, ik mag dit dus helemaal niet aanraken gewoon. En dat doe ik dus nu wel. Lekker, Chess. Oké, ik moet hier dus helemaal doorheen zien te komen. Hoe? Gast! Het is een speedrun contest. Hoe de heck ga je dit speedrunnen, gap? Oh mijn god. Succes. Hierheen. En ik raakte hem niet eens aan. Ik raakte hem niet eens aan. Maar goed, oké. Oké, jongens. Nieuwe uitdaging. Here we go. Hierheen. Oké. Dan daarheen. Hierheen. Daarheen. Oké, dit is lastig, ouwe. Hierheen. Oh shit, we komen nu bij ijs uit. We komen nu bij ijs uit. Are you kidding? We moeten door het ijs heen lopen nu. Ik ga dit zo langzaam mogelijk doen hoor, jongens. Ik ga dit echt heel langzaam doen. Ik wil niet te snel gaan namelijk. Ik wil deze gewoon halen. Ik wil de level gewoon halen, jongens. Easy. Remmen, hier naar rechts. Easy. Oh my god, jongens. Ik vind dit zo eng. Ik raakte dat hele ding niet aan. Ik raakte dat hele ding niet aan. Flikker op, echt. Hier kan ik zo slecht tegen. We waren zo ver. Ik raakte dat hele freaking ding niet eens aan. Kijk. Oké, ik kan nu nog spamprotectie. En nu ga ik... Dit parcours heeft alles. Jongens, dit parcours heeft echt alles. Ik zweer het je. Dit parcours heeft echt alles om je helemaal gek te maken. Oprecht. Oh my god, boys. Daar gaan we weer. 1, 2. Nice. 1, 2. Oké. Nogmaals, ik raak dat ding niet aan. Wat is de hitdetectie van dat ding, ouwe? Even serieus. Wat is de hitdetectie van dat ding? Dat wil ik echt weten. Gap, ik raak dat ding niet aan. Even serieus. Heb ik zulke dikke billen of zo? Even serieus, ouwe. Dit is fucked up. Oké, ja. Spandetectie. Nice. Hierheen. Daarheen. Hier tussendoor. Dat vind ik weer eng. Je hebt dat snelle lopen aanstaan. Hierheen. Hierheen. Oké, nice. We zijn weer op het ijs. We zijn weer op het ijs, dames en heren. Ik ga dood. Ja, natuurlijk. Oh my god. What the heck. Echt. I don't get it. I don't get it. Hoe je dit kan verzinnen. Echt, je hebt die scissors. Hoe hij dit toch even steeds doet. Oké, nice. Hier heb ik wel even geluk. Dankjewel. Maar hoe hij dit toch steeds doet. Yo, respect. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar respect voor heb, gast. Maar ik word langzamerhand word ik gek nu. Langzamerhand word ik wel een beetje gek nu van dit level. Ik zeg je heel eerlijk hoor. Want ik bedoel, ik ga dood door dingen. Oké, nu raakte ik hem wel aan. Maar ik ga dood door dingen die ik niet aanraak en zo. I can't handle it. I can't handle it for serious, man. Oké. Hierheen, want dan heb je hier meer ruimte. Althans, ja, je hebt hier meer ruimte. Hier tussendoor. Maar dit bedoel ik. Ik raak dat hele ding niet aan. Echt, ik ga deze nog 1 keer proberen, jongens. En dan ga ik dit hele freaking level oefenen. Zodat we deze over 2 dagen nog een keer kunnen doen. Of ik ga gewoon dit doen. Zo, dan ben ik gelijk in 1 keer hier. Nice. En ik denk niet dat ik hierheen moest. Laat maar op. Ik ga daar weer dood omdat ik iets aanraak waar ik niet aanraak. Oké, hier moest ik heen. Hier doorheen. En rustig nu op het ijs blijven. Heel rustig. Chess doet gewoon heel rustig. Zo rustig mogelijk. Take your time, bro. Je hebt alle tijd van de wereld. Even kijken. Ik moet gewoon kijken waar de grootste openingen zijn. Dat zijn hier. Ik ben nu toch niet aan het speedrunnen. I don't freaking give a damn, ouwe. Dit bedoel ik. Ik raak dat hele ding niet aan. Ik raak dat hele ding niet aan, jongens. Ik ben er klaar mee. Voor vandaag ben ik er klaar mee. Ik ben freaking... Bijna 45 minuten bezig geweest met het opnemen van dit level.
I'm done. Jongens, ik ga dit parcours vanavond livestreamen of vanmiddag livestreamen. Deze video zien jullie vanavond op de dag online. En over 2 of 3 dagen ga ik dit parcours gewoon voor jullie afmaken. But I can't anymore. Ik hoop dat jullie het wel leuk hebben gevonden. Check natuurlijk even de code in de beschrijving als je het zo ook zelf wil spelen. Laat nog even een blauw duimpje omhoog achter als je dat niet hebt gedaan. Maar oh mijn god jongens, ik word gestrest. Bedankt voor het kijken. Tot morgen 6:30 bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. En ik zou zeggen jongens, ga dit parcours zelf spelen om te kijken tot waar je komt. Tot morgen jongens. Doei doei.